Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Dying Light aflevering. Ik ben Melvin en wij lopen hier met wat bommen, want wij moeten bommen gaan plaatsen. Ja, we zijn boven. Ja. Ja. Oké. Ja. Oké, gaan we doen. Welke? Welke? Oh, daarheen. Oh, kut. Oh, kut. Nee, alsjeblieft. Oh, mijn god. Nee, rot er eind op. Maar in ieder geval, mensen, we zijn terug bij een nieuwe Dying Light aflevering, zoals jullie kunnen zien. Wij moeten een bom gaan plaatsen hier in dit gebouw. Maar waar moeten wij dan langs? Oh, mijn god. Doe even normaal. Oké, waar de fuck moeten wij langs? Huh? Ik zie het niet. Ik zie niet waar we langs moeten. We moeten daarheen. We moeten de bommen plaatsen, maar Oh, huh? Ik voel me nu weer zo dom. Of moeten we hier omhoog? Ja, we moeten hier omhoog. Oké, verder klimmen jij. Fucking hard gaan rennen. En we moeten die bommen hier gaan plaatsen ergens. Waar? Hier. Hier. F, plaats bommen. Ja. Oké. Bommen zijn geplaatst. Oké. Ja. Find some stairs. And get to the next floor up. Moeten we nog hoger? You're looking for another column. Like the first one. Serieus? Hoeveel bommen heb ik dan bij me? Je gaf maar eentje. Of waren dat meerdere of zo? En rot alsjeblieft een eind op, mevrouw. Dankjewel. Oké. Deze deur moet open. Oh mijn god, waarom wil die deur niet open? En ik val hier naar beneden. What the fuck, jongen. Dit is weer zo erg. Allemaal mensen. Rot aan eind op. Ga naar beneden. Fucking asociale kutzombies. Ik heb nog maar een minuut. Hier moet ik doorheen. Maar ik kom er niet doorheen. Oh mijn god, ik moet hier langs. Ik moet sowieso... Nee, dat kan ook niet. Moet ik... Huh? Oh, dit meen je niet. Hoe de fuck moet ik hier doorheen? Hè? Huh? Ik snap hem niet. Oh, daar moeten we heen. Oh mijn god, ik ben weer zo mokerblind. Rennen. Fucking, we hebben nog maar 45 seconden. Nee. Oh mijn god, oké, plaats bom. Plaats die bom. Oké, dat waren ze. Wat was dat? Nee, niet zo'n sterke man. Nee, oké, we moeten hier fucking hard langs. Ga je langs en gebruik even zoiets. Oké, rennen. Want we hebben nog maar een paar minuten. Oh mijn god, of een paar seconden zelfs. Holy shit, jongen. Spring hier naar beneden. Oh mijn god. Dit is niet best. Dit is fucking niet best. Waar moeten wij langs? Hier moeten wij eronder door. Kom op. We hebben het gehaald, jongens. We hebben nog maar een paar seconden. Oh mijn god. Oh mijn god. It worked, man. Holy shit. Raheem? Hey, do you copy? Oké, Raheem die reageert niet meer. Dat is niet goed. Fucking Raheem reageert niet meer. Oh mijn god, ik val opeens hierin. We moeten weer terug naar Raheem. Oh mijn god, wat is er met Raheem aan de hand nu dan? Ik heb geen flauw idee. Maar jongens, we hebben dat ding even mooi laten exploderen. En, what the fuck, waar ben ik ooit? Is het wel de juiste route? Ja toch. Er staat er opeens vet vol water namelijk. Huh? Wat? Oh mijn god, waar ben ik ooit? Oh mijn god, daar moeten we heen. Ik weet niet wat ik hier aan het doen ben. Voor mij ga ik goed, ik weet niet. Klim in ieder geval omhoog. Ja, we zijn goed gezwommen, oké. Raheem, ik ga jou nu redden. We hebben in ieder geval dat nest opgeblazen, jongens. Dat is mooi spul. Raheem, jongen. Het is me gelukt. It's me, kid. I did it. Wat, waar is hij? Oh, Raheem. Oh, you should have seen it. Waar is Raheem? Oh, the whole damn building came down. Nee. Oh, shit. Nee. Raheem, it's me. It's me. Serieus. Oh, Jesus. Raheem, stop. So, that's your fucking bite wound. Fuck, nee. You goddamn stupid fucking kid. Oh my god. Jade. Fucking hell. Nou, dat was dat. New copy. What's going on? Bracken. Ja. Raheem is dood. Raheem is dead. Yep. Get back here. Don't ja, say a word to Jade. Ik kom eraan. Not yet. Nee, we gaan het nog even stil houden. Fucking Raheem, waarom moet hij nou weer zo achterlijk zijn? Hij is echt een mogol dan hoor. Serieus. We verlaten in ieder geval wat opslagruimte en
Ga naar buiten. Raheem's dead. Ja, ik fucking Raheem. He lied to me about that bite because he wanted me to blow up that fucking building. I don't know what the hell I'm gonna tell Jade. Echt niet, nee. Nou, we gaan in ieder geval maar terug naar de toren. En dan gaan we daar maar even met Brecken praten over het feit dat fucking hij dood... Wat? Waarom schreeuw ik nou soms gewoon random holy shit? Dat heb ik al een keer eerder gedaan. Dan kom ik ergens naar buiten. Holy shit! Terwijl er echt helemaal niks aan de hand is. Maar oké. We gaan in ieder geval maar terug naar de toren. En dan, ja, hoop ik dat we even een goed gesprek kunnen houden met Brecken over de dood van Raheem. Want het is gewoon super kut dat hij dood is. Nee, kut zombie! Oh mijn god! Ik had even lag. Ik weet niet waarom ik lag heb, maar klim hier even omhoog. Dankjewel. Wij moeten namelijk echt gewoon super snel gaan rennen naar die fucking toren. Kom op, yes, oké. Okay. En gaan we gewoon een beetje parcouren, gewoon een beetje parcouren. Oké, okay, wou die sprong die haal ik weer niet. Ik kan dat soms zo slecht inschatten op een bepaalde manier. En denk van, oh ja, die sprong haal ik wel. Hier ook weer. Ik denk van, ja, ik kan wel vanaf die container op die muur springen, maar nee, waarschijnlijk toch niet. Dat is wel super kut echt waar aan dit spel. Maar grotendeels gaat het me wel enigszins goed af. Jullie me geven mij ook trouwens allemaal tips waar ik echt heel erg dankbaar voor ben. Zo hebben jullie het namelijk ook tegen mij gezegd dat ik gewoon wat meer moet opletten wanneer ik met een missie bezig ben op wat er op mijn minimap staat. Maar ook gewoon waar ik dingen kan vinden en dat ik gewoon rustig aan dingen moet gaan zoeken. Zoals hier bovenop staat een kist. Die kist die moet ik gewoon gaan openen. Ik moet niet gewoon weg gaan rennen en die kisten overslaan, want ik kan loot heel erg goed gebruiken. Dus laten we deze maar even gaan openen. In ieder geval proberen en dan ja, gaan we kijken of hier wat goed in zit. Oké, jongens, ik heb het slot open gekregen. Eens kijken wat hier nu dan in zit. Oh my god, een klein jachtmes. Holy damn. Oh my god, oké. Die wil ik gelijk even voorpakken. Oh my god, jongens. Check dit mis even. Holy damn, dat ziet er fucking episch uit. Oh my god, ik sla trouwens wel heel raar mee. Maar oké, we hebben in ieder geval een super... Auw. Oh, hè? Remember, if you cannot reach the tower in time... Ja. Get your ass to the nearest safe house and wait until... Ja. Good luck. Dat zou ik doen, maar wat is dit? What are you doing out here? Hallo? Meneer? Digging for worms to go fishing, of course. What the fuck? What else is there? You want a list? No. What? I want to go fishing. I am Omar Boss. Hey there, hey boss. Take me to my secret fishing spot. I will reward you with something I couldn't care less about. But you would think is wonderful. Oh mijn god, dat klinkt wel heel aangenaam. Oh mijn god, dat klinkt super aangenaam. Dat hij me iets gaat geven. Ik ga hem gewoon helpen nu. Now we just need to pick up my fishing gear. First, oh. I need my reel. It is a Tobunga Mark 12. Wat? Supercaster. Take a guess. Oké, ik heb nu al spijt van dat ik heb geholpen. I really don't care. Wrong. $275, hè? Wat boeit mij dit? $649. Hou je bek nou maar gewoon dicht. But that's still a very good price. Echt waar. Ik weet niet wat die gozer wil, maar we moeten hem dus nu gaan helpen en beschermen. Waarom kies ik daar nou weer voor? Ja, het is omdat hij zei dat hij mij iets zou kunnen geven waar ik een heleboel aan kan hebben. Maar ja, het is dus ook weer zo dat het nacht gaat worden en ik weet niet waar deze gozer mij naartoe wil gaan brengen. Nee, oh mijn god, de struggles, de fucking struggles. Ik zie daar trouwens wel water in de buurt, dus ik denk dat we wel heel snel bij het plaats zijn waar we hem naartoe moeten brengen en helpen, maar... ik weet het niet, jongens. Ik weet het echt niet. Ik ren eerst wel gewoon even een stukje met hem mee, maar als het echt te snel nacht wordt, dan moeten wij maar gauw gaan ophouden hiermee, want echt waar, we willen niet doodgaan in de nacht, nee. Wat? Oh, hier is hij. Hallo. There it is. Heb je hem? I had to pawn it a few months ago. Goed zo. This epidemic and the total collapse of civil authority... I can get it back without having to pay for it. Oké, als jij het zegt. Ja, prachtig. Hurry up, Omar. Ik kan een nieuw item maken. Oké, oh. Now I need my rod. Oh. Do you fish? Nee. Heb je hem? You should. It's good for your soul. Oké. And you can eat them. My rod is a sea beam carbon fiber. Ja, hou nou gewoon je bek dicht. I haven't asked, but I know you're curious. I sold it to my good friend, Marshall, but I think he's some sort of a monster now. So what does he need with it, huh? It seems this epidemic's working out all right for you, Omar. I am practical, like the fish in the sea. Nothing is all bad, except mosquitoes. This is the tower. Nou, ga lopen. If you still haven't made it to someplace safe, do it now.
Ja, hier, dat bedoel ik. Ze gaan nu tegen mij zeggen dat ik veilige plaats moet zoeken. Dus echt waar, sorry Omar. Ik wil je graag helpen met je visengel, maar ik wil niet doodgaan midden in de nacht met jou. Nee, omdat je fucking wil gaan vissen, ja zware mogol. Ik ga nog even kijken waar je visengel ligt. Nee, dat gaat te ver weg. Echt Omar, dikke later. Ik ga jou niet meer helpen. Echt, fuck jou Omar. Doei doei. Ik moet namelijk super snel hier nu naar binnen gaan, want het wordt fucking snel nacht. En ik heb geen zin in jagers die fucking achter me aan gaan zitten. Die super snel kunnen rennen. Waar ik heb er echt geen behoefte aan, nee. Oké, nou laten we dan hier echt gewoon naar binnen gaan. En we zijn de veilige zone betreden. Yes, kijk eens aan. En huh? Hey meneer, wacht. Oh nee, hij zit daar nu. Hij slaapt zelfs. Waarom mag ik dan niet zijn wapen? Mag ik anders jouw wapen? Ik kan met jou praten. Dus ja, ik ben zeer geneigd om ook daadwerkelijk te gaan praten en te vragen over zijn wapen. Maar ik denk dat weer ook niet mag. Oh mijn god, ze hebben hier allemaal wapens en ik doe nog steeds met fucking een mesje. Ik ga in ieder geval even met de kwartiermeester handelen, ja. Nou, ik heb even gehandeld met de kwartiermeester. Laten wij nu maar gewoon naar boven gaan. Of moeten we hier praten? Huh? Hierheen? Oké. Nou ja, Brecken, ik kom eraan. We gaan met jou even een praatje maken over Brecken. Het verlies van de Rahim, ja. How did he die? I had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. Look, he was my friend too. He was the best one I had here. I know. He frustrated the shit out of me sometimes. Yeah. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God, maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. Oh no. Jade! Oh my god. Wait. Jade, god damn it! Just give her time. She needs to grieve. What? Sarah! Shit! What the fuck? Wat was dat nou weer dan? What the fuck? What the heck? Wat gebeurde daar? Serieus? Oh mijn god. Oh mijn god, what the fuck gebeurt hier jongens? Dit meen je niet. Ik moet hier snel omhoog klimmen. Klim, klim, want er zitten hier allemaal van die jagers nu, want het is fucking nacht. Hier heb ik geen behoefte aan, oké. Hier naar binnen. Oh mijn godje, wat gebeurt hier ooit? Wat is hier ooit gaande? Oh mijn god. Hoe de fuck? Waarom gaan jullie hier aanvallen? Dit is niet normaal. Hier, neem een mes. Neem een mes. Oh mijn god. Nee, is het weer zoiets? Moet ik ze weer met een fucking mesje gaan aanvallen? Ik heb namelijk gewoon niet meer, weet je. Dat is het hem. Ik heb meer spullen nodig, maar ik heb niks anders. Ik heb een wapen nodig. Ik moet echt eens even gaan kijken voor een video hoe ik een wapen kan krijgen. Want echt, soms is het zulke zware poep. En ik heb trouwens lag. Ik wil even mijn settings veranderen. BRB. Oké, jongens, ik heb mijn instelling even aangepast. En oké, dat was niet zo slim. Wauw. Dit meen je niet. Dan ga ik mijn instellingen aanpassen en dan ga ik daarna dood. Nou ja, laten we dat maar even opnieuw goed gaan proberen. Ik hoop echt even dat het gewoon goed gaat. Oh mijn god. Oh nee, ik moet niet helemaal terug. Oh, er staat iemand met een wapen. Holy shit. Oh mijn god, meneer. Ik wil jouw wapen hebben. Ik wil fucking jouw wapen hebben. Geef mij jouw wapen. Waar ligt jouw wapen? Daar. Pak hem op, pak hem op, pak hem op. Ik heb een wapen. Oh, eindelijk. Ik heb eindelijk een wapen. Oh mijn god, ik ga wel even snel mezelf verbeteren. Maar ik moet nu gelijk even kijken hoe het met het wapen zit. Ik wil namelijk dat wapen beter hebben. Waar staat dat wapen? Wapen, waar ben jij? Ik dacht net dat ik een wapen had opgepakt. Niet. Ik dacht echt dat ik dat wapen had opgepakt. Oké, we moeten dus nog even terugrennen. En iedereen zit achter mij aan. Nou, dit gaat echt heerlijk soepel, jongens. Ja, hier ligt hij. Ik heb hem nu opgepakt, zeker weten. Ik ga hem nu gelijk dus instellen. Inventaris. Politiegeweer. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ik heb een fucking geweer, jongens. Yes. Dit is nog wel de beste missie in tijden dat ik eindelijk een geweer mag hebben. Oh, heerlijk gevoel is dit. Alsjeblieft, gaan jullie maar even vechten met die monsters. Ik ga zo wel even schieten. Ik wil jullie eerst namelijk even doden met fucking mesjes. En daar is zo'n fucking zombie. Oh mijn god. Oh mijn god, het gaat hier niet helemaal volgens plan. Holy shit. Dit gaat niet helemaal volgens plan.
Hier, neem toch een mes, joh. Echt waar. Ik heb hier ook nog een cricket voor jullie hier. Bam. En bam. Oh mijn god, dit gaat... Ik moet toch maar even met mijn wapen gaan schieten. Ik heb maar 14 kogels, maar ik ga het gewoon een keertje proberen. Wat zijn jullie mensen? Ik wil gewoon 1 kogel in jou schieten. Mag dat? Hier, neem een... Oh mijn god, ze zijn te snel. Ik moet het echt even goed doen. Hier, neem een kogel. Ben je niet eens dood? Ja, dood. En jou ook dood. Fucking hell. Dat waren mooie hits. Oké, en daar lopen er nog 2. Oh my god. Holy shit. Die gozer die ging even helemaal ham op mij opeens. Oh my god. Nee, ga niet van die mesjes gooien. Ga niet van die mesjes gooien. Dat hoeft van mij niet. Hier, ga gewoon even dood. Ja, dankjewel. En jou ook maar even dood. Oké, mijn wapen die is kapot. Ik moet hem repareren. Repareer snel dat mesje, want die is fucking handig. Want hij gaat fucking hard hier. Moet je kijken hoe snel. Oh my god, joh. Die behendigheid van dit ding. Die behendigheid. Was dat het? Dat was het volgens mij. Ik ga even snel een EHBO-kit nemen. Toe. Neem een... Ik heb geen EHBO-kits meer. Shitzooi. Oké, ik ga in ieder geval eerst even deze mensen doorzoeken. Hopelijk hebben ze wat voor mij. Dat zou namelijk heel... Oké, ik hoor daar mensen. Dat hoeft van mij niet. Ik hoor daar van die fucking monsters. Oh mijn god, daar heb ik geen behoefte aan. Waarom moet hier nou weer van die fucking kutzombies aanwezig zijn dan? Oké, ik ga in ieder geval ook even al deze wapens oppakken op advies van jullie. Dat zei jullie ook tegen mij van Melvin, je moet die hamers en alles oppakken. Maar achtervolging ontweken en... Wij moeten hier nu naartoe gaan. Dat zie ik nu pas. Oké, eens kijken. Hier ligt ook iemand dood. No one oh, wie is dat? Took Zera and drove away. Oh my god. Serieus? Meen je deze? Zoek dokter Zera. Maar waar dan? Ik weet toch niet waar ze naartoe zijn gegaan? Oh my Shit. God. Reckon. Zera has been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Rice? You should never have hit that school. Wat? Spotted a big knot of bandits heading back to Rice's garrison. That's gotta be where they took Zera. You go there and you find him and you bring him back alive. You hear me? Ja, ik zal mijn best doen, maar ik wil eerst even naar die toren gaan, want fucking die lichten vallen hier opeens uit. En dat wil ik niet hebben. Oké. Oh mijn god, daar loopt zo'n monster. Oh, waarom doe ik dit nou weer dan? Oh shit. Oh mijn god, Melvin. Melvin. Waar ben ik aan begonnen? Waar ben ik aan begonnen? Oeh, hoor dat. Hoor dat. Oh nee. Ga snel daar naar binnen. Ik moet even mijn zaklamp aandoen. En ik moet hier in die toren komen. Ik wil namelijk eerst even dat het dag wordt voordat ik verder ga zoeken naar Zeren. Oké, we zijn veilig. Hè? Echt waar, mensen. Ik heb eindelijk een wapen. Echt, daar ben ik gewoon blij mee. Dat ik dat eindelijk mag hebben in het godganse kutspel. Na 9 afleveringen. Meneer. Echt, Dennis. Ja, Dennis. Of Jezus, albino. Die heeft rode ogen. Oh mijn god. What the fuck? Hij is niet eens... Oké, nou ja, laat het maar. Nee, maar ik heb eindelijk een wapen. Ik ga zo eerst even slapen. En ik ga even naar de kwartiermeester. En daarna gaan we kijken wat we verzeren moeten doen. Dus tot als ik wakker ben. Oké, jongens, het is weer dag zoals jullie buiten kunnen zien. Ik heb net even lekker geslapen. Ik heb allemaal al... Ja, als je nou even gewoon je mond dicht houdt terwijl ik aan het praten ben. Ja, dan ga ik nog knikken. Fuck jou, echt waar. Nee, maar ik heb even gehandeld. Ik ben even bij de kwartiermeester langs geweest. En het is nu gewoon tijd om op zoek te gaan naar Zeren. Die moeten wij namelijk nu gaan redden, zoals jullie allemaal wel weten. En ik ben zeer benieuwd waar hij zich precies bevindt. Ik heb nog niet gekeken op de minimap namelijk. En holy shit, waar kunnen we hier? Oh, we kunnen hier ook erin. Oh, oké, dat wist ik niet. Maar we zijn in ieder geval buiten de veilige zone. Ik heb trouwens maar 11 kogels, dus ik ga zeer zuinig aandoen met mijn wapen. Ik heb dat mesje nog steeds, want dat mesje is super handig. Want daarmee kan je echt heel snel damage geven aan iemand. Wat? Serieus? Oh mijn god, er wordt hier een overlevend aangevallen. Oh, ga eraf, ga dood. Kut zombie. Alsjeblieft, meneer. Ja, alsjeblieft. Oké, zo. Nou, dat vond ik wel even aardig van mezelf. Ja. Maar wij gaan in ieder geval nu maar op zoek naar Zeren, zoals ik net ook al zei. En ik weet niet wat ze nou met hem willen. Of ja, ik weet eigenlijk wel, volgens mij. Want zie, hij heeft nu volgens mij een oplossing voor het hele probleem. En dat we gewoon dan als het ware een tegengif kunnen maken. En ik denk dat die Reis dat graag wil hebben. Of dat Reis het... Ja, ik ben onderweg, joh. Oké, exploderende man. Oh mijn god, dankjewel.
Dat hoeft van mij nu niet. Dat hoeft van mij nu niet. Nee, daar heb ik geen zin in. Nee, maar wat ik wou zeggen is dat ik denk dus dat die reis als het ware die Zera gaat gebruiken voor of hetgene wat hij heeft bedacht. Of hij wil hem juist niet gaan gebruiken, maar hem juist wil gaan houden zodat er geen tegengif komt en dat hij gewoon nog steeds machtig man kan zijn in dit gebied. En Reis kennende, zo goed wij hem nu kennen, denk ik dat hij voor de tweede gaat. Ja, dat we gewoon zometeen allemaal genaaid worden als we daar komen. En ja, dat het gewoon super kut gaat zijn, denk ik. Maar we gaan in ieder geval verder lopen. We zijn er al als het goed is bijna. Ja. Oh ja, we gaan nu echt weer richting dat reiskantoor, zie ik nu. Oh ja, ik had het helemaal niet in de gaten, joh, maar nu herken ik alles alweer. Nou, we zijn er dus bijna. En wat is hier? Oh mijn god. Dankjewel. Weer zo'n exploderende man. Serieus. Oh mijn god, en hij rent ook nog achter me aan. Alsjeblieft, nee, dat hoeft van mij niet. Ik heb er namelijk geen behoefte aan. Laat hem maar zo snel mogelijk wegrennen. En hoor ik nou een vliegtuig? Ik hoor een vliegtuig. Serieus? Ja, daar! Oh mijn god, joh. Er is een dropping geweest. Oké, ik ga voor het eerst een dropping doen, jongens. Ik zie nu namelijk dat er een vliegtuig is gedropt. Ja. Ik ben naar Zera toe, maar ik wil eerst even die dropping gaan halen, ja? Hallo? Dit is mijn eerste dropping die ik zie en ik word achterna gezeten. Oké, ga jij fucking even dood, meneer. Echt, fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou. Ga dood. Ga dood, ga dood. Oké, ik pak wel even een hamer voor die ik heb gekregen van die mannen. Hier, neem dan een hamerslag. En nog een hamerslag. Nou, laat ook maar. Ik moet maar doorrennen. Ik wil en ik zal en ik moet maar die dropping komen. Ik wil gewoon namelijk kijken wat erin zit. Ja, kijk, daar is het. Oh, oh mijn god. Ik ben benieuwd wat daarin zit. Als er wapens of munitie in zit, jongens. Dat zou zo vet zijn. Oké, we zijn er bijna. Hopelijk ben ik de eerste. Ik hoop dat ik de eerste ben. Ben ik de eerste? Ben ik de eerste? Serieus. Zijn er al mensen? Oké, nou die ga ik gewoon aanvallen. Want ze hebben fucking geen wapen. En daar hebben we weer zo'n zombie, man. Meen je niet? Hier, neem een hamerslag, man. Oh, kut. Holy damn. Ebiodo's. Holy shit, die gozer die hit te hard. Die gozer die hit te hard. Ik pak mijn mesje weer voor, want dat mesje is super chill. Hier, neem fucking allemaal slagen van mijn mesje, jongen. Oh mijn god, hier. Echt waar, ga toch dood? Ze hitten wel heel erg hoog. Maar als jij nou gewoon even dood gaat... Oké, ik moet eerst maar even mijn energie terugkrijgen. Anders gaan we echt fucking hard dood. Oké, we kunnen nu opnieuw aanvallen. Hier. Nee, mesje slagen. 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 En ik ben ook bijna dood. Dat hoeft van mij niet. Dat hoeft van mij niet. Nee. Oké, holy shit. Doe normaal, jongen. Hier, neem een slag van deze hamer. En neem jij ook een machtige slag van mijn torhamer. Ook al is het niet een torhamer. Oké, hier, neem een slag. Oké, en ik heb weer een HBO-doos nodig. Ik ga niet zo lekker, namelijk. Ik ga niet zo lekker. Ga dood. Die is dood. Oké, dan zoek hem even. Oké, hij is dood. Dan hebben we nu nog twee mensen over. Hier, neem jij ook anders een sla... Fucking hell! Doe gewoon normaal, man. Oké, nu jij nog. Echt waar. Ik zal en moet jou dood krijgen. Ik moet eerst trouwens even terug mijn held krijgen. Of nee, niet mijn held. Ik noem het heel tijd held, maar het is fucking stamina. Stamina, ik heb jou nodig. Kom op, ga nog gewoon dood. Fucking hell! Ga gewoon... Dood. Ja, hè. Nee, niet eens. Nu dan. Oh, mijn god. En ik zie dat trouwens ook een man staan die van dat gif kan slaan. Daar heb ik ook een scheidhekel aan. Zie, daar staat hij. De kut, meneer. Holy shit, doe normaal. Doe normaal. Ik zeg gewoon, doe normaal. Hij wordt wel deel dat geraakt. Zien jullie dat? Als hij nou deel dat wordt geraakt en ik niet, dat zou wel super chill zijn. Maar ga nou gewoon dood. Ja? Yes, oké, we zijn bij de dropping. Ik ga hem openen, mijn eerste dropping. Wat zit erin? Wat is het? Fakkels, oké. En een noodpakket. Oh, oké. En we hebben hier wat voedsel, maar die hebben cel gelegd. Maar jongens, dat was onze allereerste dropping. Ik had stiekem gehoopt op kogels. Dat zat er helaas niet in, maar hey, we mogen toch wel blij zijn met hetgeen wat we daar nu hebben uitgekregen. En ik ga nu maar even de... Oh, politiebusje. Oké, ik ga deze gewoon openen. Ik hoop dat het in ieder geval gaat lukken, ja.
Oké, okay, fuck dat politiebusje ook, maar het is echt gigantisch moeilijk om te openen. Wij moeten in ieder geval maar doorgaan naar reis. Ik ga trouwens even deze openen. Oh, daar zitten drie dingen in. Basisingrediënten, een lemet en een vlambare vloeistof. Ja, ja, dat zijn mooie dingen om te vinden. Nee, maar wij gaan nu maar even doorrennen en kijken hoe het met onze Zerre gaat. Want die moeten wij nog steeds redden. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Dat is nog steeds onze hoofdmissie namelijk. En ik hoop dat wij hem ook gewoon lekker snel mogen redden. Want, oh mijn god, ik vind het niet leuk dat ze hem hebben gevangen hoor. Dat vind ik echt zo kut eigenlijk. Want ja, het was een hele best en aardige meneer. Maar oké, en wat? Wat is dit nou weer dan? Rot jij even een eind? Oh mijn god, oké. Dat zijn dus twee enemies. Ja, dat zag ik dus niet. Ik dacht dat het fucking overlevenden waren. Nou ja, laat dan maar. Ik ga in ieder geval alleen maar verder doorlopen. En we gaan gewoon kijken of we... Nog een politiebusje. Ik wil die zo graag kunnen openen, maar ze zijn heel moeilijk die sloten. En ik weet niet precies hoe ik die het beste kan doen. Oh, het dilemma, dilemma. Ik ga dat niet doen, nee. Ik ga gewoon verder lopen. En ik moet even een HBO-doos hebben. Oh shit. Oké, laat ik die maar even maken. Zo, ik heb even een HBO-doosje gemaakt en gebruikt. En daar zat een hele grote politieagent. Oh mijn god. Wat is dit nou weer dan? What the fuck? Wat? Nee, ik heb net een RBO-doos gebruikt en nu ga ik hier visa dood. Wat is dit nou weer dan? Wat? Ik ging daar zo hard en snel dood. Hoe dat? Ik heb geen flauw idee hoe dat ging. Ik heb echt geen godgans flauw idee. En we zijn hier. Oh my god. Oh, we zijn hier bij die gozer met dat gas zie ik nu. Maar jongens, ik ga denk ik hier maar de aflevering beëindigen dan ja. Heb je genoten van deze aflevering? Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Laat misschien een leuke reactie achter beneden. Kom ook section als jij nog niet geabonneerd bent op mij. Druk snel een knopje abonneert hier beneden. Dat staat dan bij jij altijd op de hoogte van alle video's. En vanaf ik nog maar één zeg tegen jullie en het is. Doei mensen!